Hey, fijn dat je weer kijkt. In deze video ga ik een van de vragen beantwoorden die tijdens de wekelijkse live QA-sessies zijn gesteld. Wil je daar de volgende keer bij zijn? Druk dan even op de subscribe-knop. Vergeet het belletje niet, zodat ik jouw vraag de volgende keer ook kan beantwoorden. Heb je meer dringende hulp nodig? Uh, of wil je dat ik jouw bedrijf, jouw business, één op één naar een hoger niveau ga tillen? Stuur me even een bericht op Facebook. De links staan in de omschrijving. Voor nu, veel kijkplezier. Um, dat is inderdaad iets wat je vaak tegenkomt. Ik denk dat elke ondernemer die op Alibaba communiceert met leveranciers... dat uh, ze dit probleem tegenkomen. En dit probleem gaat niet weg. Hè? En dit heeft meerdere oorzaken... Um, het kan zijn omdat je gewoon een veel te lange uh, introductiebericht stuurt. Mensen hebben geen tijd om jouw super lange introductiebericht uh, te lezen met tien verschillende vragen erin. Ze hebben geen tijd ervoor. Ze ontvangen dagelijks honderden aanvragen. En je bent maar een piepkleine vis in de vijver. Dus waarom zouden ze tijd in jou steken? Um, dus. Besef dat eventjes. Hè. Uh, ze krijgen honderden aanvragen per dag en je bent maar echt een piepkleine speler. Dus waarom zouden ze zoveel tijd in jou steken? Dus hoe je dit beter kan tackelen is door korte, doelgerichte vragen te stellen. Um, ze hebben niet een heel lulverhaal nodig van je achtergrond. Dat interesseert ze geen drol. Uh, tenzij je kan aantonen, Hey, ik ben van dit bedrijf. We zetten al zoveel om per jaar en we zoeken nu betrouwbare leveranciers. Ik zoek dit product. Zie bijlagen. Kan je dit product kan je dit product maken, ja of nee? Eén vraag maar. De, de, de kans dat ze ja of nee zeggen op die vraag, is vele malen hoger dan dat je tien vragen gaat stellen in de eerste mail. Dus zodra ze eenmaal ja of nee hebben geantwoord, in dit geval ja hebben geantwoord. Dan kan je doorgaan naar de volgende vraag. En probeer dus telkens één vraag te stellen in, elke, in elk bericht. Want anders ga je gewoon zien dat ze niet op alles gaan antwoorden. Ik heb hier iemand bijna um, fulltime, nou ja, niet, nou ja, niet fulltime, parttime opzetten. Minimaal vier uur per dag um, met... Leveranciers communiceert. Ik heb hier ook een complete script voor gemaakt die ik ook aan mijn één op één coachingstudenten uh, aanlever, zodat zij dit gedeelte ook kunnen uitbesteden. En hierdoor krijg ik dagelijks quotes binnen um, complete informatie krijg ik binnen van elke leverancier, zodat ik een gewogen um, beslissing kan maken. Om bij jouw vraag uh, terug te komen. Waarom zijn sommige leveranciers zo kattig? Dat komt omdat je maar een klein visje bent en dat interesseert ze geen drol. Uh, uh, wie jij bent, uh, wat je doet, het belangrijkste is dat zij een idee moeten krijgen van: um, oké, okay, deze persoon heeft potentie en um, ze moeten uh, zo kort mogelijk antwoord kunnen geven. En je kan ook de rol even omdraaien. Stel je voor jij bent de fabrikant. Jij ontvangt honderden e-mails per dag. Je hebt al een boel klanten. Welke mailtjes, op welke mailtjes ga je antwoorden? Dat mailtje waarop, zegt, waarop staat van hey, ik, zet, uh, ik koop momenteel 100k um, of ik zet er 100k per, per jaar om. Ik zoek dit product, kan je dit leveren? Ja of nee? Ik heb er 500 stuks van nodig. Ga je liever daarop antwoorden of ga je antwoorden op een, uh, een mail van 2 A4'tjes met 10 vragen erin? Hey, wat is je MOQ? Wat is je prijs? Kan je customization doen? Hey, uh, welke kleuren kan je aanbieden? Heb je ook een uh, uh, brochure voor me? Dat neemt gewoon veel te veel tijd in beslag. Ja, dus ik hoop dat ik je daarmee toch hoop kan uh, heb door jouw vragen kort en krachtig te maken richting le de leveranciers toe. Um, het hele inkoopproces uh, is uh, uh, daarvan is communicatie een van de belangrijkste aspecten. Um, maar zorg ervoor dat je de juiste leveranciers vindt. Uh, zodat je niet tijd verdoet aan leveranciers die er niet aan toedoen. Of dat het trading companies zijn, of dat het sourcing agents zijn. Uh, zorg dat je heel goed onderzoek daarna doet. Uh, met mijn coachingstudenten gaan we hier heel diep op in, um, zodat we bij de echte leveranciers uitkomen, de juiste leveranciers, waarmee je een lange termijn relatie opbouwt. Dus ik hoop dat ik je hiermee heb geholpen. Wacht, voordat je wegklikt, ik wil je wat vragen. Heb je waarde uit deze video gehaald? En zou je meer gratis content van me willen zien? Druk dan even op die like-knop. Dat waardeer ik ontzettend. En ik beloof dan dat ik mijn best doe om meer gratis, waardevolle content te plaatsen voor je. Zodat jij er wat aan hebt. Zodat ik blij word, jij blij wordt, iedereen blij wordt. Dus druk even op die like-knop. Bedankt.